30 mei 1866 reed de eerste passagierstrein van Groningen naar Leeuwarden. Reizigers die naar Amsterdam moesten, hadden in Harlingen een aansluiting op de stoomboot. Het station van Groningen stond ten zuiden van de stad, buiten de stadswallen. Het was gelegen bij een belangrijke toegangspoort, de Herenweg. Het uit 1866 daterende station was opgetrokken uit houten vakwerk en opgevuld met baksteen. De vestingswet die tot 1874 voor de stad Groningen gold, bepaalde namelijk dat men niet voor een permanente bouw van het station kon kiezen. Mocht de eventuele vijand van plan zijn om tot de aanval over te gaan, dan moest het station snel kunnen worden afgebroken. De feitelijke ontmanteling, het slechten van de wallen, kon na veel bestuurlijke vijven en zessen in 1876 beginnen. Met de slechting van de zuidelijke vestingwal kwam er een einde aan de geïsoleerde ligging van het stationemplacement. Na de aanleg van het verbindingskanaal met bijbehorende wegen, bruggen en kaden was de eens geïsoleerde spoorweg opgenomen in de infrastructuur van de stad. Op aandringen van het gemeentebestuur van Groningen besloot de spoorwegmaatschappij daarom in 1891 tot de bouw van een nieuw station. Het gemaakte ontwerp viel bij de gemeente echter absoluut niet in de smaak. Daarom werd er een nieuw gebouw ontworpen waarvoor architect Isaac Goschalk de gevelontwerpen maakte. Goschalk was in zijn tijd een belangrijk architect. Hij gaf de aanzet tot de Hollandse Renaissance, een stroming in de Nederlandse architectuur na 1870. 2 jaar nadat de spoorwegmaatschappij het besluit tot de bouw van een nieuw station had genomen, werd in het voorjaar van 1893 bij de gemeente een bouwvergunning aangevraagd. Nog in datzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met de bouw. Bij het ontwerp werd uitgegaan van het bestaande emplacement. Goschalk was afhankelijk ontevreden over het feit dat hem alleen was gevraagd de gevels van het gebouw te ontwerpen. Maar hij accepteerde de opdracht toch. Staatsspoorwegen bood namelijk de algehele supervisie over het werk aan. Bij de vormgeving van het station liet de joods-liberaal Goschalk zich, meer dan bij andere bouwwerken, inspireren door de Nederlands-Vlaamse gotiek. Vooral de topgevels tonen veel renaissance details als rolwerk. Het stationsgebouw is ongeveer 120 meter lang en beslaat een oppervlakte van ongeveer 2200 vierkante meter. De vestibule in zijn oorspronkelijke toestand van 1896. De vestibule, nagenoeg vierkant, meet over het midden 20 bij 19 meter. Het is gebouwd met overwegend gele baksteen met rode en zwarte banden. Rechtsboven zijn vaag de Rozenburg-tableaus, de arbeid en de tijd zichtbaar. Daartussen bevindt zich een gotisch spiltrapje dat naar de zolderverdieping leidt. Op de voorgrond een Sinus gaslamp van Becht en Dijsering. Aan de beide zijden van het station zijn de gebruikelijke privégebouwtjes aangebracht. De figurale accenten zijn meestal in constructieve dragende delen verwerkt, wat een zuiver rationalistische wijze van decoreren is. Hanen, symbolen van waakzaamheid, prijken boven de ingangen van de woningen van de stationschef en de souschef. Realistische koppen van een mesconducteur en een postbode zijn verwerkt in de omlijsting van de glas-in-loodruitjes boven de dienstingang in de westelijke galerij. Realisme en een nuchtere, verstaanbare symboliek vormen de ondertoon in deze bijna onopvallende decoratie. Groningen is het enige station in Nederland met buitengalerijen. Daardoor ontstond de indertijd unieke situatie dat de reiziger derde klasse, na zijn kaartje gekocht te hebben, overdekt zijn wachtkamer kon bereiken.
De detaillering is laatgotisch. Visblaas en zigzagtraceringen in de balustrades, driesprongbogen en stergewelven. De sluitstenen van de galerijbogen symboliseren de gebeeldhouwde koppen van een Groningse boer en boerin met oorijzer en muts. De landbouw als sluitsteen van de Groningse welvaart. De kapitelen hebben bladwerk van eik, kastanje en klimop. De monumentale vestibule van het station kenmerkte zich door precieze, verzorgde details en een fijn gevoel voor kleur. In 1969 werd zij aan het oog onttrokken door een verlaagde, pretentieloze doorgang. In 1997 ziet de vestibule er zo uit, met onder andere verkooploketten voor kaartjes, tijdschriften, geldzaken, reisinformatie, fotoautomaat en het reizigersinfotrefpunt. De restauratiezaal is na vele verbouwingen van het station gelukkig gespaard gebleven van de slopershamers. De zaal is aan het eind van de 80e jaren gerenoveerd en opgeknapt. De lambrisering is hoog met eiken afgetimmerd. Ten einde te voorkomen dat er een buffettafel en wandkastje zouden komen volgens de toen heersende Angelsaksische schrijfkrullenarchitectuur, liet Goschalk deze in de betimmering opnemen. Bij de ingang aan de oostzijde van de restaurant zijn nog de originele wandtegels zichtbaar. De enige nog intacte en originele uitvoering van de oude spoorwegkaart van Nederland is gelukkig nog aanwezig. Hij is te bezichtigen in de voormalige derde klas wachtkamer aan de oostzijde van het station. De uit tientallen tegels samengestelde spoorkaart is gemaakt in de fabriek van Rozenburg in Den Haag. Het station is van een onmiskenbare architectonische schoonheid. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook vooral aan de binnenkant van het gebouw vallen bouwkundige hoogstandjes te bewonderen. In de tegenwoordige personeelsruimte boven de hal is nog steeds het veelkleurige metselwerk te zien. Evenals de blinde traceringen en de uitgekraagde gotische speeltrap naar de zolder.
hoogte zijn nu ook zichtbaar de 5 kleur- en lakrijke tegelplateaus van de Haagse plateelbakkerij Rozenburg. Deze zijn vervaardigd naar tekeningen van F.H. Bach. Zij dragen voorstellingen van de Groningse stedenmaagd, geflankeerd door de allegorische figuren van de telegrafie, de post en aan de overzijde van de tijd en de arbeid. Bachs tegelplateaus maken met hun lineair decoratieve vormgeving een verrassend moderne indruk. Als leraar aan de Groningse Academie Minerva leefde Bach betrekkelijk geïsoleerd, maar hij was uitstekend op de hoogte van het werk van vernieuwde monumentale kunstenaars. In de nerveus bewegende lijnen van plooien, stoomwolken en vegetatie hebben zijn tableaus reeds het affiche karakter van Art Nouveau, al missen ze nog het zuiver gestileerde. Het is trouwens opvallend dat Bach de nodige vrijheid is gelaten door Goschalk. Wel inspecteerde Goschalk de cartoons en kleurschetsen uitvoerig en liet hij hier en daar wijzigingen in de ontwerpen aanbrengen. Door de plaatsing van grote draagbalken zijn er in het plafond een paar bijzondere motieven ontstaan. De lange met halfronde afgesloten caissons die aan een omgekeerde schuit doen denken. Het plafond is bekleed met zogenaamd papierstuk uit de destijds bekende fabriek Bennewitz & Co. Afwerking met echt stucadoorwerk zou te zwaar zijn geworden. Door de jaren heen is er veel van het fraaie papierstuk verloren gegaan. Vooral vocht is een grote boosdoener geweest. In de 80e jaren werden er heel wat plannen gemaakt om het station in zijn oude glorie te herstellen. Eén ervan was om het plafond te restaureren. Een deel van het plan is ook uitgevoerd. Eén van de caissons is gerestaureerd en het resultaat mag er zijn. Door geldgebrek is het helaas hierbij gebleven. De versieringen in het interieur waren de landelijke architectuur als het ware een paar jaar vooruit. De tegeltableaus hebben echter een relatief traditionele inhoud. De architect ontwierp de voorkant van het station. De ingenieurs bepaalden het gezicht van de achterkant, de spoorzijde van het station. In 1923 werd de gevel van de oostelijke vleugel van het hoofdgebouw aan de perronzijde hoger opgetrokken. De platforms kregen gigantische overkappingen. In 1928 werd een derde perron met een overdekte voetgangersbrug met zijn huispost T aan de bestaande twee perrons toegevoegd. Het seinhuis heeft zijn oorspronkelijke functie verloren, maar de voetgangersbrug over de sporen wordt nog steeds gebruikt. De windvaan herinnert nog aan het stoomtijdperk dat al geruime tijd achter ons ligt. In de loop der jaren werden het ontvangstgebouw, de perrons en rangeerterreinen voortdurend aangepast aan de eisen van het moderne treinverkeer. Thank you.
Al van oudsher biedt de Herenwegviaduct een mooi uitzicht op de komende en vertrekkende treinen. Een van de weinige opnamen die bewaard is gebleven uit de tijd van de stoomloks. Een gestroomlijnde NS-lok 3800, bijgenaamd de Potvis. Op het emplacement was ook een kolenbunker aanwezig. Hierin werden de kolen opgeslagen die nodig waren om de stoomlocomotieven van hun brandstof te voorzien. Omdat in die tijd loks niet alleen gerangeerd werden, maar ook gedraaid, had het station tevens een draaischijf nodig. Voor het stallen van de loks was een lokdepot aanwezig, met 8 grote deuren. Tussen 1930 en 1980 veranderde het aanzicht van het stationsgebied met grote regelmaat. Foto's uit deze periode geven een goed beeld van de verschillen. In de loop van de jaren is de omgeving van het station ingrijpend veranderd. Helaas zijn hierbij veel karakteristieke elementen aangetast of verdwenen. Nieuwe, prestigieuze projecten worden rondom het station gebouwd. De PTT-borg. En het Groningen Museum in de verbindingskanaalzone zijn hier goede voorbeelden van. Er is in de afgelopen jaren heel wat afgepraat over de verbouwingen en veranderingen in en rond het station van Groningen. Ook nadat in 1969 het veelbesproken en inmiddels verguisde, verlaagde plafond werd geplaatst en de hal werd gemoderniseerd, laaide de discussie tussen de architecten en bouwers in 1990 opnieuw op. In februari 1991 werd de officiële opening van het station verricht door wethouder Hasselaar van de stad Groningen. Hij deed dat door plaats te nemen op de bok van een modelstoomlocomotief die door medewerkers van recreatiepark Nienoord uit Leek speciaal voor die gelegenheid op het perron was gezet. De verbouwing en modernisering van de stationshal heeft in totaal circa 4,5 miljoen gulden gekost. De loketten van de plaatskaartenverkoop ruilden van plaats met boekhandel Bruna. Hierdoor werden alle activiteiten van het verkoopkantoor op één plaats in de westelijke wand van de hal bij elkaar gebracht. Slechts enkele weken later, op 8 maart van dat jaar, kwam door onbekende oorzaak het plafond van de hal naar beneden. Op dat moment waren er 15 reizigers in de hal. Geen van hen raakte gewond. De ravage was echter groot en de hal moest geruime tijd voor het publiek worden afgesloten in verband met asbestgevaar. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het station op 17 april 1996 werd aan de hand van de originele bouwtekeningen een voor Nederland unieke bouwplaat uitgebracht. Belangstellenden konden voor een bedrag van 10 gulden in het bezit van deze bouwplaat komen. Medewerkers zijn bezig om de verschillende vellen karton waarop de diverse onderdelen van het station zijn afgebeeld in te pakken. Genodigden verzamelen zich op het derde perron om getuige te zijn van de festiviteiten op deze middag. Ja, dat hoorde ik net een uurtje geleden.
Rob Staal, businessmanager NS Station Noord-Nederland, heet iedereen welkom en introduceert het programma bij de genodigden. Meteen allemaal die richting uit kijken. Hij moet nog op stoom komen, heb ik begrepen. Maar in afwachting daarvan stel ik voor dat maar even te doen. Met veel rook en gefluit komt de stoomtrein van Star uit Stadskanaal binnen om de opening luister bij te zetten. De passagiers zijn gekleed in de originele dracht uit het einde van de vorige eeuw. Met veel lawaai wordt op het perron vuurwerk ontstoken. Het jaar NS-station Groningen. Een speciaal voor de gelegenheid gedrukte jubileumkrant wordt uitgedeeld. De aanwezigen werden uitgenodigd om zich op de zogenaamde pretzolder van het station te vervoegen om het glas te heffen op het jubilerende gebouw. Wethouder Peilman ontving uit handen van voorzitter Van der Zee van de Stichting Restauratiefonds het eerste exemplaar van de stationsbouwplaat. Dames en heren, 100 jaar NS. Ik wil graag de NS feliciteren met dit station natuurlijk, maar ook met de nieuwe plannen die er voor zijn. Want laten we eerlijk zijn, een jaar of 8-9 geleden, toen is er ook wel eens gepraat of kan dit niet weer in oude luister worden hersteld. En toen was er eigenlijk geen ruimte om dat bespreekbaar te maken. Maar nu is er die ruimte er wel. En liggen er prachtige plannen. Prachtige plannen om deze oude stationshal in zijn oorspronkelijke luister te herstellen. En wat dan, als je naar boven kijkt, mij in ieder geval steeds meer weer opvalt, is dat we ons moeten realiseren dat het allemaal papier-maché is wat hier boven ons zit. En niet gips of echt gestukwerk, maar het is allemaal papier-maché. En als wij nu straks die burgers daarbij willen betrekken om het allemaal weer in oorspronkelijke staat te krijgen, dan heb ik zo'n beetje het beeld van wat je in het onderwijs wel eens hebt, dat al die kinderen zo'n propje papier nat maken en tegen het plafond gooien. Dat moeten we dus eigenlijk met z'n allen gaan doen. En dat is dus eigenlijk een prachtig beeld, want iedereen... Op zijn beurt verrichtte de heer Peilman de opening van de overzichtstentoonstelling die in de derde klas wachtkamer was ingericht. Is geopend. De volgende beelden tonen enkele impressies van de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van het station. Ruim 3000 mensen uit het hele land kwamen zaterdag 20 april op het eeuwfeest van het hoofdstation af. Langs perron 3 was een hoeveelheid materieel ter bezichtiging opgesteld. Veel bekijks trok ook een spectaculaire recordpoging. Een schaalmodel 6400 van 400 kilo trok zijn grote broer van NS Cargo van 82 ton weg. De krachttoer slaagde moeiteloos.
Voor liefhebbers waren er ook kraampjes met spoorwegsnuisterijen. Absolute topper op rendezvous 1896-1996 waren de stoomtreinritten tussen Groningen en Ommen. De ritten werden verzorgd door Star uit Stadskanaal. Spoorwegactiviteiten werden opgefleurd met optredens van acrobaten, muzikanten en clowns op de perrons. Als je een hapje wil, dan moet je hier komen. Als je een hapje wil, moet je hier komen. Als je een hapje wil, dan moet je hier komen. Tamara, geef dat ballonnetje terug aan dat kind. Thank you.
ik ken haar nog. Ja, ik ken nog wel niet. Hey! Ook de spoorruilbeurs op de pretzolder werd druk bezocht. Liefhebbers konden modelspoorbanen en modeltreintjes, boeken over treinen en allerlei spoorsnuisterijen op de kop tikken. Binnen 2 maanden kan ik hem leven. Binnen 2 maanden leven? Ja, dan leef je deze of een andere. Met een dieplader was uit het trammuseum van Den Haag de gemeentetram nummer 41 naar Groningen gehaald. Vanuit de busmusea Winschoten en Sneek waren een aantal oldtimers naar het station gereden.